Probeer eerder Poetin en, en Xi Jinping uit elkaar te spelen. Want er is een fundamenteel verschil tussen de Chinezen en de Russen. En dat heeft te maken met de wijze waarop zij economisch opereren. Het verhaal, kunt u mij horen? En we hebben heel veel vragen gekregen over de situatie Rusland-Oekraïne. Uh, onder andere over het defensiebudget uh, van uh, Duitsland. Dat ze uh, in één klap gaan verhogen. En ze gaan een fonds oprichten en dat gaat 100. verdubbelen, begrijp ik. 100 miljard komt er in het fonds. Ja. ja, je kunt tegen die op zichzelf gruwelijke situatie in uh, Oekraïne. op twee manieren kijken, natuurlijk. Voor de Oekraïners is het een ramp. Je ziet ook dat die mensen verwoestingen worden aangericht, natuurlijk. Maar tegelijkertijd is, als je kijkt naar de Europese Unie. of naar de NATO, dan heeft. Poetin zit natuurlijk op een hoop gejaagd en maakt nu dingen mogelijk waarvan we nog geen paar weken geleden dachten dat is volstrekt onmogelijk. En dat betreft budgetaire ontwikkelingen, maar het betreft ook allerlei, eh, laten we zeggen, onderlinge onderhandelingen, samenwerkingspatronen. Het is plotseling ingrijpend veranderd van het ene op het ja. andere moment. Ja. En Duitsland zegt ook weer eigenlijk van we kunnen niet meer rekenen op Amerika, we moeten zelf ons eh, ja, kunnen verdedigen. Ja, zijn ze natuurlijk rijkelijk laand mee, in die zin dat Merkel dat al jaren geleden zei, dat we er nu alleen voor stonden. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel een beetje eerlijk zijn. Uh, militair gesproken zijn natuurlijk de EU-landen een zootje. Die, die hebben geen, geen adequate militaire samenwerking ontwikkeld in de loop der jaren, omdat ze dachten dat het allemaal niet nodig was natuurlijk. Dat, dat, was, dat is de leidende gedachte geweest. Dus er wordt eigenlijk in Europa veel geld uitgegeven aan militaire zaken. Maar zonder dat het erg effectief is. En ja, het blijft een feit dat de Verenigde Staten de kern van de NATO zijn. Maar ook die NATO is natuurlijk plotseling geactiveerd. We hebben het er al over gehad. Volgens allerlei deskundigen was die hersen dood, maar hij is plotseling weer overeind gerezen en speelt een centrale rol. Waarbij ook de Verenigde Staten natuurlijk een. Centrale rol spelen. Vooral omdat het schijnt dat Poetin eigenlijk alleen met de Verenigde Staten wil praten. Ja, überhaupt is de vraag: moet er nu gepraat worden, ja of nee? En wat zou eruit moeten komen? Ja, want ja, je kunt ook redeneren: kan de Oekraïne winnen? Dat lijkt mij niet. Dus dat betekent dat vroeg of laat toch een vorm van bezetting eh, aanbreekt, hoe vervelend dat ook is. Daarbij weten we natuurlijk niet hoe het burgerlijke verzet zal ontwikkelen. Omvangrijk ja of nee, gewelddadig ja of nee, dat zijn allemaal vraagstukken. Maar je kunt ook niet eeuwig doorgaan met het in elkaar schieten van, van allerlei nuttige dingen in, in, in Oekraïne. Hmm. Dus ja, dat zal wel waarschijnlijk wel gepraat moeten worden. Hmm. En, en wat, wat eruit gaat komen durf ik helemaal niet te zeggen. Waarom wil Poetin alleen maar met Amerika praten? Omdat hij iets voorstellen? Ja, ja, want dan zit hij aan tafel met de hoge heren natuurlijk. Ja, je begrijpt ook wel dat ja, de EU is niet een, een... Hoe belangrijk de EU ook is, militair gesproken, stelt het niks voor. Hmm. Hoewel natuurlijk nu tal van EU-landen via-via uh, wapens leveren aan Oekraïne. Op vrij grote schaal, begrijp ik. En Nederland doet er ook wel mee, hè? Met uh, raketten. Zeker, ja. Allemaal heel nuttig. Ja, en wij gaan ook het uh, budget gaan we opvoeren. Uh, de Duitsers dus 100 miljard, wij zouden 25 miljard uh, vrij moeten gaan maken. Sjoerd maar van D66, die uh, toen de Krim... Ja, ik vind het allemaal prima, maar ik wil ook weer. Voor, voor tijd, voor deze tijd was er natuurlijk ook steeds sprake dat er meer geld naar defensie moet. Ik wil graag weten waar dan uitgegeven gaat worden. Dat wordt nooit duidelijk gemaakt, alsof het volkomen vanzelfsprekend is waaraan dat geld wordt uitgegeven. Ik vind wel interessant de vraag, denken we nog steeds in termen van de Tweede Wereldoorlog? Uh, gaan we iets totaal nieuws op touw zetten? Wordt het een cyberwar? Hoe dan? Wat, waar, waar moet dan het geld precies heen? Maar daar hoor je nooit, je nooit, of misschien heb ik niet goed opgelet, dat kan ook zijn, maar daar hoor je eigenlijk nooit iets over. Je hoort het, het, is, het bedrag, maar niet waar het naartoe dus, gaat. Dus, ja, dus ik vind het heel fijn, misschien extra geld, maar nogmaals, ga naar explicatie begrijpelijke en overtuigende explicatie. Ja, onongen moet dat gaan doen, hè? Die moet dat duidelijk gaan ja, doen. Ja, die had dat ook totaal niet verwacht natuurlijk. Normaal gesproken krijg je defensie als een soort versleutpostje. Ja, moet er nog wat? Defensie is altijd een beetje een armatierig ministerie natuurlijk. En nu ineens niet waar. Uh, krijgt ze een enorme hoeveelheden geld die uitgegeven moeten worden. Ja, maar ze zegt wel: we moeten toch maar eens even kijken of we die 25 miljard nog bij elkaar kunnen vinden. Want we hebben ook de stikstofcrisis nog, we hebben het, het ja, huizenprobleem. Ja, want dat is best te vinden, ik twijfel er geen moment aan. Maar nou, ze deden het debat, was ze niet zo optimistisch daarover. Nee, dat doet ze net, dat begrijp je ook wel. In, in dit soort van posities ga je niet zeggen: ja, centen zat, kan, al niet, kan niks verdommen. Nee, natuurlijk niet. Nee, je zegt dat het moeilijk is en lastig is en er over gesproken moet worden en wellicht ook een commissie zal worden opgericht om eens even te bekijken hoe het zit. Zo werkt dat. Ja. maar Is het ook zo dat Sjoerdsma, die toen de Krim in 2014 bezet werd, toen heeft hij een, een motie ingediend om de nucleaire taak van de Koninklijke Luchtmacht te beëindigen? En uh, daar was toen waren er heel veel mensen voor. Volgens mij uh, links 78 stemmen voor. Alleen de rechtse partijen die waren er wel tegen. Nu zie je dus dat diezelfde shoes zegt: ja jongens, we moeten wel dat uh, defensiebudget weer flink oppompen. Want... Ik ben er niet voor dat uh, Nederland een omvangrijke nucleaire taak heeft. Ik weet niet precies hoe dat intern in de NATO geregeld is, maar ik zou zeggen, hou het aantal mensen met nucleaire taken in godsnaam zo beperkt mogelijk. Ja. Dan kun je in ieder geval minder fouten maken dan wanneer je het fijn uitdeelt. Hoezo zijn er dan in die twee uh, F-35's die, die uh, operationeel zijn? Ik, ik weet niet, ik zie daar niks in. Nou, volkeren zou, zou je schijnbaar uh, die nucleaire bommen onder de F-16's kunnen binden? Nou ja, die zijn volgens mij van de Verenigde Staten. Dus laten die er vooral over gaan en wij niet. Hmm, ja, maar je zou, dat is natuurlijk wel nog een manier waarop je Poetin zou kunnen laten inbinden. Nou, het laatste wat we moeten doen is gaan dreigen met nucleaire wapens. Dat doet die meloot zelf ook. En dat vond ik een daad van vergaande onverantwoordelijkheid, kinderachtigheid en ja, maatschappelijk gedrag, wat eigenlijk terre voor woorden is. Dus nee, laten we ons daar op dat terrein niet begeven. Dat gaan we ook niet doen. Daarvoor nee, was je, heel verstandig. Hè, die maak die je de... geen zorgen, dat gaat niet gebeuren. Nou, hij heeft wel die. Ja, maar Amerikanen hebben dat ook gedeescaleerd. Precies. Dus dat, daar wordt ook van gezegd dat is goed gegaan hè? op deze manier. NAVO gaat daar niet in mee. Ja, Poetin moet zich schamen. Poetin moet zich sowieso schamen, natuurlijk. Uh, ja. wat, het is natuurlijk een vertoning. Maar dan heb ik jou daar. Uh, waarvan toch heel veel mensen verwachten dat het uiteindelijk slecht zal aflopen. Ja, het, het probleem hier natuurlijk is dat, het, ja, dat Oekraïne een niet nader gedefinieerd gebied was. Althans, machtspolitiek gezien, wat natuurlijk toch, hoe je er lang of, lang of kort over denkt, behoorde tot de invloedssfeer van Rusland. En voor zover ik weet, waar zijn de meeste Russen? Zijn die voorstanders van het feit dat de Oekraïne weer terug moet naar Rusland? Hmm. Dat is Poetin, erg genoeg. Maar ik begrijp dat bijvoorbeeld Gorbachev daar precies zo over denkt. Dat hij zegt: van, ja, dat, dat hoort niet zo, het hoort bij ons. En het, natuurlijk het probleem was dat, dat het een, een neutraal gebied was. En laten we zeggen, we hebben het over Finlandisering gehad. En, maar dat natuurlijk de Russen en ik denk vanuit hun beperkte en eh, onaangename perspectief terecht begrepen, dat die Oekraïne langzaam bezig was om af te drijven naar het Westen. Ja, zeker ten aanzien van het, het stedelijke cultuur in Oekraïne, dat is wat ik er van gezien over gelezen heb. Ja, ging dat in een relatief hoog tempo, dus ze hebben gedacht, ja, als dat zo doorgaat, dan, dan verliezen we totaal onze potentiële greep op. En, nou ja, zodoende zijn we nu beland in dit afschuwelijke horrorscenario. Ja. Maar je ziet het natuurlijk in andere landen die onder de voormalige invloedssfeer van Rusland en de Sovjet-Unie horen, zie je hetzelfde gebeuren. Ja, dat is... In het, Belarus ook. Ja, het probleem is natuurlijk dat de Sovjet-Unie een misdadig en crimineel, of moet ik zeggen, die twee keer achter elkaar, een misdadig regime was, een gewelddadig regime. Uh, een uh, crimineel regime, en dat de erfgenamen van de Sovjet-Unie... en als Poetin nou één ding is, dan is het een erfgenaam van de Sovjet-Unie... en mm. van, het, van het criminele gewelddadige gedrag van die Sovjet-Unie. KGB'er, hè? Ja, FSB geloof ik, hè. misschien is dat hetzelfde, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ja, dat is die. Hij, hij denkt in die termen. Hij denkt in de termen van onderdrukking, geweldsgebruik... Opposanten opsluiten of doodschieten. Dat, dat, is, dat is de wereld waar hij uit afkomstig is. Nu plotseling produceert hij allerlei essays en, en allerlei kletskoektheorieën over de tsaren. En, en dat, het altijd ze, dat ze zo'n bijdrage hebben geleverd aan de Nederlaag van Napoleon. Gaan nou toch in het weg, zeg. Dat is natuurlijk wel allemaal ontzettende kletskoek. Voor. Ik moest, toen ik het over Mussolini had, voortdurend aan Poetin denken natuurlijk. Mussolini had het ook altijd over de, dat hij een erfgenaam was van het Romeinse Rijk. En dat de Italianen eigenlijk Romeinen waren. En nou, allemaal dit soort van de onbeschrijfelijke onzin natuurlijk. Want dat waren ze helemaal niet. Maar eh, dat geldt natuurlijk ook voor eh, Poetin en zijn konuiten. Het zijn erfgenamen van de Sovjet-Unie. Een gruwelijk historisch experiment wat totaal mislukt is. Maar hij denkt wel in die termen. En hij wil het in stand houden, terwijl alles afbrokkelt om hem heen. Ja, hij wil het in stand houden, want hij, voor zijn gevoel is dat wat hoort bij het machtige Rusland. Niet waar? Hij is de man die zittend in een ontzettend kloterig kantoortje in Dresden, niet waar, waar ik ben gaan kijken. het zag er heel treurig uit moest meemaken hoe de Sovjet-Unie. Min of meer van het ene op het andere moment in elkaar storten. En hoe tenslotte in 1991, door de activiteiten van Jeltsin. Al die, al die republieken zelfstandig zijn geworden. Ja, geleidelijk een deel daarvan is weer teruggedreven, als het ware. Ja, denk aan zo'n ontzettend ongelukkig land als, als Wit-Rusland. En de Oekraïne heeft, heeft in feite de Russische invloed weggejaagd. met die Maidan-revolutie. En is vervolgens. ja. Drijven is misschien toch wel een geschikt woord in de richting van het westen afgedreven. En dat is niet alleen, laten we zeggen, geopolitiek een ramp voor Rusland, voor de Russische Republiek. Aangezien de Oekraïne een heel wezenlijk bestanddeel was van Rusland. En in alle opzichten een heel succesvol bestanddeel van Rusland. Maar een, dergelijk, een dergelijke wegdrijvende Oekraïne die zich, laten we zeggen, aankanierd, met het Westen is ook levensgevaarlijk in de zin dat het een permanente eh, beeld geeft van hoe het beter en anders kan dan in dat klote Rusland. Hè? Mm -hmm. Ja, moet je natuurlijk erbij zeggen dat de meeste Russen ongetwijfeld hele sympathieke, hardere mensen zijn enzovoort. het en feit is dat je altijd zit met die godvergeten moordenaars niet waar die dat land runnen. Ja. Hè? Dat was vroeger zo. En dat was in de tijd, in de Sovjet-tijd, zo en nu is het weer zo. En deels hebben ze daar natuurlijk ook wel. Ja, de kiezers waren natuurlijk dolblij dat Poetin de stabiliteit had hersteld en de volledige ineenstorting van het bruto producten enigszins gecompenseerd had. Maar ja, ze hebben wel op hem gestemd en het is eigenlijk steeds erger geworden toen hij helemaal aan de top zat. Niet waar, Heeft hij de zaken zo gemanipuleerd dat hij is blijven zitten? En Ten slotte heeft hij gewoon alles opgeruimd wat hem in principe voor de voeten zou kunnen lopen. Mm. Ja, dus je kunt wel zeggen: God zou het niet fijn zijn als die, nou, die oligarchen bij elkaar komen bij weer zo'n grote tafel. Zei, tafels zijn daar wel groot genoeg, dat is wel een voordeel. En dat ze tegen hem zeggen: Donder op. Maar dat gaat niet gebeuren, dat voel je wel. Ja, want die zitten allemaal doodsbang ze aan die grote tafels. Ze krijgen een verrekijkertje om te zien of Poetin er wel zit. <laughs> Ja, er was een vraag van een luisteraar die zegt... Van zou dat in Rusland tot een revolutie kunnen leiden? Dat mensen toch massaal de straat op gaan? Ik geloof er een donder van. Dat de politie het niet meer aankan? Nee, dat is erg, erg opgewekt. Leuk idee dat die afgezet zou worden door de oligarchen of anderen... die belangen hebben natuurlijk bij het redelijk functioneren ja. van, die, van die... God, ik wou zeggen Sovjet-economie, maar van die Russische economie. Maar kom op. Nou, al die superjachten worden nu van die oligarchen ja, in beslag Ja, dat gelopen. is wel komisch. Ja. ja. Al is een aanzienlijk deel naar de Maledieven vertrokken. Waarom ze daar dan niet ingepikt kunnen worden, begrijp ik niet helemaal. Maar kennelijk hebben de Maledieven dat niet zo graag. Ja. Er zijn tientallen van die jachten. Ja. Maar die vormen nog maar, las ik ergens, 7% van al dit soort van superjachten die in de hele wereld zijn. Kunnen we daar nou geen lijsten van maken van de mensen die zo'n ding hebben? Niet waar, en, en dat we dat allemaal eigenlijk... Kortom, voordat je hier even over na hebt gedacht, begin je te begrijpen. dat uiteindelijk we deze problemen alleen oplossen met een mondiaal fiscaal systeem. Eh, dit zijn gewoon dieven. Fantastische dieven, ongelooflijk succesvolle dieven. En alleen voor zo'n klote jacht moet je al 100 miljoen bij elkaar gestolen hebben. Alleen nog maar zo'n jacht. Ik geloof dat dit soort van schepen, wat betreft de exploitatie, elk jaar 10% van de nieuwprijs verslinden. Ja, ja. Maar die worden dus gewoon afgepakt, krijgen ze niet meer terug? Geweldig. Ja, ik weet niet wat we ermee moeten. Vakantieschepen van maken of zo. Ja. Of we ja, verkopen. Dan een je overdoen. Wat dus ik wel niet wist is dat Toei ook voor 30% bezit is van een van die oligarchen. Ja, hey, maar vroeg of laat heeft uh, Poetin natuurlijk uh, de Oekraïne in zijn greep. En dan gaat hij daar natuurlijk iemand neerzetten die pro-Russisch is. En dan heb je natuurlijk te maken met een bevolking, voor de, voor de mensen die er dan nog zijn, die natuurlijk ja, meer pro-Westers zijn. En dan moet hij daar... Ja, dat is de hoogst interessante vraag. Laten we even aannemen dat het scenario uh, beroerd verloopt. En dat tenslotte de Russen toch de baas zijn. Want. In... Vrij waarschijnlijke ontwikkeling. Iemand gaat ze tegenhouden. Moet het zo even hebben over het toch wel vrij incompetente gedrag van aanzienlijke onderdelen van die Russische krijgsmacht. Waar je toch vast had te kijken, althans als wat waar is wat er in de krant staat. Maar goed, het zal zo ver komen. Ja, en dan eh, is de vraag hoe zij erin zullen slagen om de zaak min of meer rustig onder de duim te houden. Ja, je begint een politiestaat in een land wat zich net een klein beetje had ontworsteld aan, aan de politiestaat. Er zijn voorbeelden genoeg van hoe dat kan. Noord-Korea? Nou, dat is een hele, een hele organisatie voordat je de bevolking zo gek hebt gekregen als Noord-Korea. Nou, China, de, de Oeigoeren? Nee, dat, ik denk dat je dan veel meer moet zoeken in de richting van de moderne repressie van Xi Jinping... He, maar die, die wel, dat is allemaal high-tech repressie, als ik het goed begrijp. Ja, ja, he. ja, dat klopt. Ja. Nou ja, dus dat, misschien he, kunnen de heren nog een, een leuke deal onder elkaar maken. Het zijn goede maar, vrienden, hè? Nou, mensen op dat niveau zijn geen goede vrienden. Dat is ook allemaal romantische zwetskoek. Ik zie, je zegt dat wel iedere keer. Ja, zeker. Als, zeker als hij het iedere keer zegt, weet je vrijwel 100% zeker dat het niet waar is. ik zag ze ergens nog leuk pannenkoekers staan bakken. Ik weet niet of hij er wel zo ontzettend gelukkig mee is. Als hij samen pannenkoeken gaat bakken... dan weet je zeker dat het een foto op is. Hè. Dat is het laatste. Dat is toch, we zijn al op het terrein gekomen van Trump... met die, met die dikke gek in Noord-Korea. Ja, waar, we, waar, we waar de wereldpers wekenlang over gezeken heeft... terwijl het niets, maar dan ook niets te betekenen heeft gehad. Dat is toch wel... Sterker nog, ik denk eigenlijk... als we nou even geopolitiek moeten doordenken... Dat Xi helemaal niet zo blij is met deze ontwikkelingen. En dat ze misschien zelfs in Washington tegen elkaar hebben gezegd. Nou, was het wel zo ongelooflijk verstandig om Xi en Poetin bij elkaar op een hoop te drijven? Niet waarom? dat ze natuurlijk, ja, ze hebben die Chinezen gedemoniseerd in de afgelopen jaren. Wat was het ook weer een existentiële bedreiging van, van de wereldorde? Wat ze helemaal niet zijn. En ik zou zeggen, probeer eerder Poetin en en Xi Jinping uit elkaar te spelen. Want er is een fundamenteel verschil tussen de Chinezen en de Russen. En dat heeft te maken met de wijze waarop zij economisch opereren. We hebben het er vaak over gehad. Rusland is economisch gesproken een wrak. En zal nog veel wrakker worden in de komende jaren als gevolg van de maatregelen die we voorkomen terecht. ...tegen de Russen hebben genomen. Maar wat mij betreft kan het nog wel wat strenger. Al vind ik het onzin dat ik begreep... ...dat je Tchaikovsky niet meer mocht spelen. Dat leek mij dan weer een beetje een... Ja, dat stond in de krant die ik zat te lezen. Dat is natuurlijk op het komische af, dat geef ik toe. Maar ja, nee, en de Chinezen zijn zo rijk geworden... ...en zo machtig. En de nummer twee of misschien wel de nummer één in de wereld... ...juist vanwege het... Zeg maar liberaal-kapitalistische mondiale model. Waar ze optimaal gebruik van hebben gemaakt. Dat kan Poetin helemaal niet, want ze op, de Russen kunnen niks. Nou ja, ze kunnen een pijp in de grond boeren en daar komt daar gas in en dat verkopen ze dan aan het buitenland. Dat is het enige wat ze kunnen. De Russische industrie stelt geen zak voor. Als de wetenschappers echt goed zijn, vertrekken ze naar het Westen. Het is een, nogmaals, het is een wrakke boedel. En neem, die, neem die kolonne vrachtautos die op weg is naar Kiev. En want ze hadden geen benzine, geloof ik. En... Ja, ze zat schimmel op de banden ja. door de zon. En de broodjes waren op. Maar nou, het was in alle opzichten dat je denkt van, zelfs dat kunnen ze God beter het niet organiseren. Ze zullen wel een paar spullen hebben die wel functioneren. Maar goed, het was bepaald niet indrukwekkend. En het bleek ook weer van die arme jongens te zijn die van niks wisten. Ja, wat bij Russische invasies, was ook in de jaren 60 in, in Tsjechoslowakije en zo. Dan bleken ze dat ze met die soldaten in gesprek gingen, ook een Slavische taal natuurlijk. Bleken die jongens te denken dat het om oefeningen ging. Ze hadden een flauw idee dat het in Tsjechoslowakije was. Nou, dat bleek hier weer het geval te zijn. Ze wisten helemaal niet dat ze de grens gepasseerd hadden. Hmm. Nou, kortom, ja. Probeer ze nou uit elkaar te drijven. In plaats van dat ze ontzettend stom van die Amerikanen. Dat ze Xi en, en Poetin op een hoop gejaagd hebben. Maar hoe hebben. zou je dat kunnen doen dan? Nou, op allerlei manieren. Door te zeggen dat, dat we niet boos op de Chinezen zijn. En dat we misschien op een aantal punten eh, wel begrijpen. Dat ze een wel iets ruimere vertegenwoordiging zouden mogen hebben. In de instituties via de welke. Die mondiale economie gerund wordt want daar hebben de Amerikanen zich godvergeten kinderachtig opgesteld. Dus ik zou zeggen, probeer dat. De Chinezen weten hoe je rijk kunt worden. De Russen hebben geen flauw idee. De Russen kunnen eigenlijk alleen mensen doodschieten en, en onderdrukken. Misschien iets gechargeerd, maar daar komt de grote rijk op neer. Economisch stelt Rusland niks voor. We hebben nu al meerdere malen gehoord, het is. De Russische economie is kleiner dan de Spaanse economie te vergelijken met de Benelux. Nou ja, ja. In, die, in die orde van grootte. En dat is dan nog voornamelijk extractieve industrie, dat wil zeggen, mijnbouw van alle mogelijke aard. Dus ja, probeer meteen die twee uit elkaar te spelen. China heeft alle belang bij een goed functionerend mondiaal economisch systeem. Daar heeft Poetin geen enkel belang bij, behalve dat hij zijn gas moet verkopen. Dat is eigenlijk alles. Hij is een ordeverstoorder, een pester. Elk speelplein heeft een Poetin. Misschien... Ja. Daar gaat op, Tom op, Jan straks Mees trouwens je... weer. Uh... Wie, wie was dit? Wie een, uh... Tom Jan Mees gaat weer uh, voorbij. Ja, dat is merkwaardig. Ja. Is er weer. Ja. Maar nu nee, is het zo dat Kremlin heeft gezegd: wij gaan de Europese auto's door die ban, die willen we niet meer. We gaan nu de auto's vanuit China halen. We gaan, uh, de, in, want in Rusland zijn de Europese auto's, begreep ik, best populair. Maar daar komt een ommezwaai, we gaan ze nu vanuit China laten komen. De auto's naar, naar, naar Rusland. Ja. Voorlopig komen helemaal geen auto's naar Rusland, omdat ze geen geld hebben om te betalen. Ik weet niet of je gezien hebt wat de roebel nu waard is. 1 dollar is 118 roebel. Maar ze hebben nog natuurlijk dus wel de inkomsten auto's van dat het gas. Je kan maar niet zo gebeuren. Maar ze hebben toch nog steeds... het. Is, het is nooit een land geweest wat erg succesvol was met de auto's. Ja, als je naar Moskou kijkt, rijdt dat er vol met BMW's en zo. Maar, nou ja, dat is een volstrekt lokale zaak feit. Maar het Kremlin zegt ook vanochtend van, nou ja, luister, de, de wereld is veel groter dan alleen Europa en Amerika en Rusland is veel te groot om te isoleren. Dat gaat ze niet lukken. Er zijn veel meer ja, landen in de wereld. Zullen we dat kort samenvatten, hè? Ja, Europa en, en, en de Europese Unie zijn, zijn grote spelers op de wereldmarkt en in de wereldeconomie. En Rusland is op de wereldmarkt en in de wereldeconomie een dwerg. Ja, ze hebben meer dennenbomen dan enig ander land ter wereld. Dat moeten we gif toegeven. Maar nogmaals, ze stellen economisch niets voor. Niets. Ze hebben grote tafels. Oké, okay, ze hebben grote tafels. Gemaakt dat van moeten, we, dat moeten we toegeven. Hele ordinaire tafels. <laughs> ja. Ik moest wel lachen om die, die minister van Defensie, die alleen maar mocht knik, knikken op die video toen Poetin had gezegd dat ze de, de nucleaire staat uh, of de nucleaire wapens ah, geven Die die die. Die geregisseerde poppenkast met, met Poetin achter zijn tafel en al die lui die een boven hun broek doen. van angst dat ze, dat ze iets verkeerd zeggen. Is toch god. Als je nou wil weten wat er mis is, dan moet je daar tien minuten naar kijken. Maar hebben ze een punt dat, dat de wereld groter is? Dus dat je ook met andere landen allianties nee, kunt sluiten? Nee, de wereld sluiten. is wel hartstikke groot, dat is waar. Maar voor de rest zijn er penguins en, en, en dennenbomen en van alles en nog wat. Economisch gesproken bestaat de wereld voor een belangrijk gedeelte uit China. De, de, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Ja. Alle, alle drie vormen een substantieel deel van de wereldeconomie. Hm. En dat is Rusland niet en gaat Rusland ook niet worden. Sterker nog, het deel van Rusland, wat toch al niet veel voorstelde, zal verder en pijnlijk krimpen. Ja. Hoe denk je dat in Peking is gekeken naar de eensgezindheid in het westen? Want ze hebben altijd gelachen om Europa. Hè? Dat zijn allemaal kleine economieën, die kunnen geen vuist maken. En nu is ineens iedereen, inclusief Australië, ja, Zwitserland, ja. Japan... die scharen zich allemaal achter elkaar. Ja, daar zijn, zullen zij natuurlijk ook hun conclusies uit trekken. Dat zij misschien ook zich zodanig moeten gedragen... dat ze dit soort van gezamenlijk optreden... dat ze dat niet eh, wakker maken, lijkt mij. Ja, maar ze, ze spreken zich nog niet heel duidelijk uit... Ze blijven echt een beetje op de vlakte. Nee, maar goed, zoals we al bij Gren hebben geconstateerd, het is lang niet altijd voordelig om je heel duidelijk uit te spreken. Sterker nog, het is een enorme kunst om jezelf nooit duidelijk uit te spreken. Hoe duidelijker je jezelf uitspreekt, hoe langer je een podcast maakt, maar niet uitgenodigd wordt om de wereld te leiden. Oké, okay, dus de Chinezen blijven dit zo doen op deze manier? Eh, zeker. De Chinezen zijn altijd doodsbang om, om iets te doen waardoor, waardoor een onverwachte situatie ontstaat, die ze niet direct eh, kunnen controleren. Nee, maar ze vinden er natuurlijk wel wat van achter de schermen. Ja, zeker, ze zijn ongetwijfeld zijn ze daarvan onder de indruk. Want ik geloof dat ze een beetje iedereen onder de indruk is van de plotselinge vastberadenheid en consensus ja. in het Westen. Ja, de vraag is nu wel of ik zie het wist dat die de, of, of dat die aanval eraan zou te komen. Dat denk ik wel. Ja? Hoezo denk je dat? Nou, het is wel handig dat je even informeert dat je dat gaat doen, lijkt mij. Dat Poetin even, zie, heeft gebeld van, hé hey, jongen... Aan de andere kant, ik dus, kom even terug op Mussolini, die valt dan Griekenland aan. En heeft die expres Adolf Hitler niet op de hoogte gesteld, want hij wil Hitler verrassen. Want hij was bang dat Hitler dan zou zeggen, joh, bijna je dat moet je niet doen, Griekenland aanvallen. Dus het kan best zijn dat Poetin het net zo heeft gespeeld. En, en omdat hij bang was dat Xi zou zeggen. Dat is niet verstandig. Dan moet je op een andere manier aan Nou, je weet het niet. Ja. We zullen er pas achter komen als de heren een memoire schrijven, dan gaan ze niet doen. En als ze dat doen, zullen ze liegen dat het gedrukt staat. Hmm. Denk je dat China een, dat er een rol voor dat land is om te bemiddelen? Dat is niet Chinees. als ik daar iets van weet. Is, is, is dat politbureau daar nou niet dat je zegt, die moet je bellen voor bemiddeling? Daar geloof ik eigenlijk geen kloot van. <laughs> ja, dan vraag maar de, de secretaris-generaal van de United Nations. Of, ja, maar die zijn toch partijdig die, op een die, bepaalde manier. De voorzitter van die veiligheidsorganisatie in Europa. Ik bedoel, daar is wel iemand te vinden, denk ik. Erdogan wil gaan bemiddelen. Dat zou ik zeker niet doen. Hij heeft het aangeboden. Ja, dat vast en zeker. Als er iemand is die zichzelf mateloos overschat... Is het Erdogan? He, laat hij eerst die economie maar eens een beetje op brengen. Nou ja, goed, hij heeft uh, economisch belang in zowel Rusland als in mm -hmm. uh, Oekraïne. Dus hij zegt, ik wil wel uh, met die landen ja, gaan. Ja, ik wil best, maar ik zou het niet doen. Mm. Maar de Europa heeft gezegd, wij gaan het sowieso niet doen. Want ja, logischerwijs past dat niet. Wij zijn toch partijdig op een bepaalde manier. Ja, de EU is partij, dat, dat is zo klaar. En Amerika klontje, er zijn ook. ook. ook uh, zijn ook wel internationale mm -hmm. organisaties die... Laten we zeggen, we, misschien kunnen we president Carter vragen. Die is nu 106 of zo. <laughs> ja. Ik wil ook altijd graag onderhandelen. Ja. Hey, de, de, uh, de, ondertussen, de media uh, worden, vertrekken allemaal hè, uit, uh, uit Rusland. Want je mag het woord oorlog en invasie niet meer uh, gebruiken. Want, uh, ja, dat... dat begrijp ik niet goed. Het, dat zijn dan toch wel media die Russisch personeel in dienst hebben. Ik ja. kan me niet voorstellen dat de Russen. Laten we zeggen, allerlei Engelsen oppakken die voor de BBC in Moskou werken. Nou, ze de... kunnen ze wel oppakken, maar ze kunnen ze niet, laten we zeggen, opsluiten. Nou, dan komt de nieuwe mediawet. En dat kan ook buitenlandse journalisten raken. Ah, nou ja, kijk, we wisten al dat het één grote leugenbende was. Maar het, je, kunt, je kunt buitenlandse journalisten, die kun je arresteren en eruit zetten. Maar je kunt ze niet opsluiten in een gevaar. Ja, nou, dat zeggen dat... ze nu wel. Zijn ze bang. Tot 15 jaar cel. Als je dus onwaarheden verkondigt over. Ook de als je een buitenlandse journalist ja, bent. Nou, de NOS, RTL, ze hebben ze allemaal, uh, nou, trekken ze de correspondenten terug. Ik geloof niet dat de Russen dat zouden doen. Volgens mij zullen ze zaken steren en het land uitzetten. Dat mm. is toch de normale gang van zaken in dit soort van landen. Mm. En nou, bovendien, der... Ja, iedereen weet dat ze alles bij elkaar liegen. Dus. Uh, we hebben toch ruim voldoende ervaring met deze heren. Ja. Dirk Sauer, die zegt in het parool, hè, dat is de, de, de van de Moscow Times, heeft gezegd: we gaan kijken of we onze redactie naar Nederland kunnen um, verplaatsen. Ja, dat had ik al gelezen. Ja. Hij, uh, Sauer was ook totaal verrast dat Poetin ja. zo gek bleek te zijn als hij is. Ja. Je moet vanavond naar Eindhoven, toch? Ja. ja. Dat stuurde iemand inderdaad. Iemand vroeg of je je daar nog durfde te vertonen na de uitspraak in de live-podcast. Heb je schijnbaar Eindhoven belachelijk gemaakt? Oh ja. Ja. Nou is Eindhoven een heel merkwaardige plaats. Ik wil het nog wel eens even herhalen. De enige plaats in Nederland waar ik met enige regelmaat bij het na het uitstappen uit het station de verkeerde kant op ben gelopen, dat is Eindhoven. Okay. Omdat in de meeste steden ja. kun je, zie je wel waar, waar de weg naar het centrum is. Maar ja. voor zover ik weet heeft Eindhoven geen centrum. Dus je, je bent al twintig minuten op weg, denk je van rek. Ja. Deze is fout, dus dan moet je weer terug. <laughs> En de Russen kunnen niks. Meer over de geschiedenis van Rusland in het luisterboek Lenin en Stalin. De Sovjet-Unie is van het historische toneel verdwenen. Download het luisterboek via de link in de show notes.